Dit is de locatie de Korte Beek, een beschermde woonlocatie in het hartje van Amersfoort. Hier wonen mensen in de leeftijdscategorie van 40 tot 75 jaar met langdurige psychosociale belasting. Deze locatie is geopend in 2022, augustus. Vrij recent dus. En we zijn hier een prettige woonlocatie aan te bieden en te creëren. Ik ben zelf woonbegeleider en eigenlijk zegt het al, ik begeleid mensen in hun manier van wonen zoals zij het prettig vinden en zoals zij het ook comfortabel vinden. Ik ben activerend medewerker en ik probeer hier in het pand een gezellige sfeer te creëren en mensen te verbinden door spelletjes te doen of samen muziek te maken. En een hele afwisselende functie heb ik. Wat ik zo mooi vind aan deze doelgroep en deze bewoners hier is dat zij, toen ik hier net kwam werken, was het voor mij eigenlijk, ik was heel bleu in de GGZ. Ik ken het absoluut niet. Maar zij kwamen al meteen, waren eigenlijk al heel open naar mij. Waardoor ik het gevoel heb gekregen dat ik best wel snel door hun openheid een band heb kunnen opbouwen. Het contact is het intermenselijke met elkaar. Om zo'n eigen vuurtje weer te ontdekken, waar ben je enthousiast over? Als zij het gevoel hebben dat ze iets niet kunnen, dat ik ze door mijn begeleiding meekrijg in dat ze het juist wel kunnen. Ze hebben een zorgvraag en soms kom je er wel uit, soms kom je er samen niet uit. Misschien ook met elkaar, maar ook voor zichzelf. Ik probeer het eigenlijk altijd met een grappige kwinkslag te doen. Ik probeer het gewoon toch te kijken van, kunnen we in ieder geval op een zo'n prettig mogelijke manier voldoen aan die zorgvraag. Ja, dat vind ik spannend en belangrijk. Wat ik belangrijk vind in mijn werk is met name als ik uiteindelijk thuis kom, dat ik kan zeggen van joh, het was lekker, het was leuk. Als ik met een bewoner op pad ben of ik zit in een begeleidingsgesprek en ik krijg het voor elkaar dat iemand een glimlach op zijn gezicht over. Ik merk van dat mensen het fijn vinden dat ik dus gewoon iets voor ze heb kunnen betekenen. En ik vind het ook heel erg leuk als ze interesse voor elkaar ontdekken. Dat het niet alleen maar lotgenoten zijn van elkaar, maar ook toch iets meer. Ja, is mijn dag gemaakt. Ja, dat maakt mij dan blij. De kroon op mijn werkdag, ja.